Hallo, leuk dat je kijkt naar deze video. Mijn naam is Cas en welkom bij De Greef. In deze video ga ik jullie iets vertellen over de caravan die achter mij staat. Het is de Cabo Imperial 630 TDL in een E2 uitvoering. De caravan is voorzien van een rondzit, ruime keuken, twee enkele bedden en een badkamer over de volledige breedte. De caravan heeft een totale lengte van 8,50 meter en is 2,5 meter breed. Kijken jullie even mee naar deze mooie beelden. Zoals we kunnen zien is deze caravan uitgerust met de Alco stabilisatorkoppeling. Ook is standaard bij elke Cabo caravan het Alco ATC systeem aanwezig. In de dieselbak van de caravan hebben we plek voor twee gasflessen 5 of 10 kilo. Deze caravan is optioneel uitgerust met de Truma Dual Control met crash sensor. En natuurlijk zijn ook de bijbehorende gasfilters aanwezig. Ook heeft de Cabo caravan een standaard lekkageindicator op de leiding zitten wat ondichtigheden in de leidingen opspoort. We kunnen ook zien dat de gasleiding naar buiten loopt, waardoor er hier een buitengasaansluiting is, waardoor je een externe gasverbruiker kunt gebruiken zonder dat je de flessen erin en uit de dieselbak hoeft te halen. Ook kunnen we zien dat de dieselbak is afgewerkt met een LED-strip, zodat je ook in het donker prima zicht hebt in je dieselbak. Aan de zijkant van de caravan kunnen we zien dat het om de Imperial gaat. De Imperial is gezien van het Cabo-design. Het is een print, dus een geprinte plaat. Geen stekkers en we kunnen ook zien dat de zijwanden ramen in de zijwanden verzonken zijn. Hier hebben we de aansluiting om met een gieter de vaste watertank te vullen. Of er is nog een keuze om de koppeling van een gedenderslang in de caravan te prikken, waardoor je altijd een volle watertank hebt. Ook is de buitendouche aanwezig. Je prikt de douchekop hierin en je kunt hiermee de temperatuur regelen. Ook zien we het welbekende ventilatieluikje van Cabo. En ook is er een serviceluik aanwezig, waardoor we makkelijk onder het bed komen. We kunnen zien dat bij elke Cabo de verwarmingsradiatoren boven rondlopen en onder. En zo zijn er ook luchthappers in het serviceluik gemonteerd. Als er bagage in zit, dat je toch altijd optimale luchtverdeling houdt. Dan komen we bij de achterkant van de caravan. De achterkant is gemaakt van kunststof. Het is eigenlijk puur optisch wat je ziet, omdat de aluminiumplaat is doorgetrokken. Aan de achterzijde hebben we eigenlijk geen of nauwelijks koude bruggen. Alleen dat ziet er minder mooi uit, daarom hebben ze gebruik gemaakt van de kunststof achterwand. Voorzien van de letters Cabo als derde remlicht. En natuurlijk is alle verkeersverlichting uitgevoerd in LED. En ook een mooi detail zijn de 3D opschriftletters Imperial. Aan de zijkant komen we hier uit bij het toiletluikje. Hiermee kunnen we het cassettetoilet van de buitenkant eruit halen, zodat we hem makkelijk kunnen legen. En aan de voorkant hebben we nog wat mogelijkheid om wat spulletjes in op te bergen. Aan de voorkant van de caravan hebben we natuurlijk het welbekende uitrekbare, verwarmbare skilader. Die ze ondersteunen met een pootje. En wat we zien is dat hier ook de verwarmingsradiatoren boven over de complete breedte van de caravan meeloopt. Dus alles wat je in deze skilade stopt, wordt ook automatisch weer droog. Naast de deur vinden we de elektrobox. De elektrobox is voorzien van de aansluiting voor walstroom, 220 in- en uitvoer voor televisie, 12 volt, een lampje en de Imperial heeft er standaard een mogelijkheid tot aansluiting van buitenspeakers. Ook kun je de elektrobox op slot doen, zodat ze nooit de stroomkabel mee kunnen nemen. Dan zien we verder dat de toegangsdeur voorzien is van een raam en van een magneetsluiting, wat veel beter afsluit dan de meeste deurvangers. Ook zien we dat de deur is uitgevoerd met een dubbele deurrubber, wat natuurlijk weer beter afsluit en zorgt voor geen koude bruggen. Deze caravan is optioneel voorzien van de Thule elektrische instap, waardoor je gemakkelijk de caravan instapt zonder dat je het opstapje vergeet. Laten we even aan de binnenkant kijken.
Aan de binnenzijde van deze caravan vinden we naast de deur het centrale bedieningspaneel. Dit is het Smart Date systeem van Kabe, waar je eigenlijk alles op in kunt stellen en kunt regelen. Denk hierbij aan de verlichting, de koelkast, de airco, de verwarming, de boiler, stroomverbruik. Alles kun je bedienen via dit systeem. Mocht je nou meer willen weten over hoe het systeem exact functioneert, bekijk dan even een van onze andere video's. Naast de toegangsdeur vinden we hier ook de plissé hoordeur, de standaard bijgeleverde televisiebeugel. En we hebben hier nog een oplaadpunt voor een telefoon, wat natuurlijk draadloos gaat. In de Imperial heb je standaard leren bekleding. Je hebt totaal 3 varianten waar je een keuze uit kunt maken. Dit is de grijze variant. En we vinden hier aan de onderkant een schuif waarmee we de bank uit kunnen trekken, waardoor je lekker onderuitgezakt in de caravan kunt relaxen. De tafel staat op een schaarstatief. Super stabiel en je kunt hem eigenlijk in elke positie kun je hem neerzetten. En je kunt hem zelfs nog middels deze hendel in hoogte verstellen. Hier vinden we aan weerskanten links en rechts vinden we een LED-spotje met daarin een extra oplaadpunt verwerkt voor een tablet of voor een telefoon. Ook zijn alle ramen voorzien van plissé, vliegenhoor en verduistering. En ook kunnen we zien hier dat de neksteunen mooi verwerkt zitten in de bekleding. In het meubelwerk kunnen we ook zien dat alle kasten voorzien zijn van dubbele scharnieren en van 2 gasveren. Met natuurlijk een automatische pushlock sluiting. En in het kastje hiernaast vinden we ook de standaard ingebouwde wifi router. Een leuk detail is dat er ook standaard in alle Imperial caravans een Dolby Surround systeem aanwezig is. Er zitten 2 speakers voorin in het meubelwerk verwerkt. En zo vinden we ook 2 speakers terug achter in de slaapkamer. Daarbovenin vinden we de standaard ingebouwde Pioneer radio. De subwoofer zit onder het bed. En we hebben hier aan de onderkant nog een mogelijkheid om een USB-stick in te doen om je favoriete muziek af te spelen. Aan deze zijde vinden we het smart fan systeem van Kabe. Dit is een schuif die je open en dicht kunt zetten. Het is een klep in de vloer die zorgt voor een betere luchtventilatie. Aan de onderzijde hebben we hier de Alde compact 3020 kachel ingebouwd zitten. Het is een nieuwe model kachel waardoor je de woonkamer en slaapkamer apart kunt instellen qua temperatuur. Hiernaast vinden we deze blauwe kleppen die op de leidingen gemonteerd zitten. En die zorgen ervoor dat de afvalwatertank en de schoonwatertank automatisch kunnen worden geleegd. Dan vinden we hier het ruime keukenblad. Het is afgewerkt met een soort betonlook. Geeft hem een mooie uitstraling. Ook is de afdekking van de spoelbak in hetzelfde motief verwerkt. En hierboven vinden we 2 gaspitten en 2 inductiepitten. Met natuurlijk boven hier de ingebouwde afzegkap. Alle lades in de caravan zijn natuurlijk voorzien van soft close. En hier onderin hebben we zelfs nog de mooie ingebouwde prullenbakjes. Met de uitrekbare snijplank. Je kunt alles centraal vergrendelen door deze schuif een halve slag te draaien. Zodat de lades niet openschieten onder het rijden. Hier vinden we de gasbakoven. En we vinden de grill. En aan de andere kant van de caravan vinden we de koelkast. Het is de Domete koelkast met vriezer. Te gebruiken op 12 volt, 220 en op gas. En je kunt zelfs de koelkast aan weerskanten openen. Evenals de vriezer. Naast de koelkast vinden we de legkast. Je zou er eventueel wat planken uit kunnen halen, zodat je er ook kunt gebruiken als hangkast. En natuurlijk zijn alle kasten voorzien van LED-verlichting. Dan vinden we hier de 2 gescheiden bedden. De bedden zijn 88 cm breed, 1,96 lang. Alle kabelcaravans zijn standaard voorzien van pocketveering matrassen met een extra topper erop. En ook standaard worden deze mooie bedspreien erbij geleverd. Aan de zijkant bij het bed vinden we hier het ventilatieluikje. Die kun je openzetten, zelfs als er sneeuw of regent. Heb je toch altijd een optimale ventilatie. En ook weer, net als aan de voorzijde, vinden we hier ook weer een schuif. Waardoor we de klep in de vloer open of dicht kunnen zetten. Ook zien we dat de wanden gestoffeerd zijn.
Dat zorgt ervoor alles wat je met kletterband kleedt, dat je dat gewoon overal op de zijwand kunt plakken. Evenals het plafond is ook bekleed, het is geluidsdempend, isoleert veel beter en het neemt eventueel vocht op. In de Imperial hebben we standaard bedden met een elektrisch verstelbaar hoofdeinde, wat ideaal is bij het lezen van een boek of eventueel om televisie te kijken. De achterkant is afgewerkt met een soort Alcantara stof. Hier komen we aan de onderzijde van het bed. Hier kunnen we zien dat alles is verwerkt met een dubbele bodem, waardoor als er bagage in ligt, er toch nog altijd een optimale ventilatie en luchtcirculering plaatsvindt. Hier vinden we de subwoofer en hier vinden we de ingebouwde Dometic stofzuiger. Aan het hoofdeinde van het bed is de vaste ingebouwde afvalwatertank aanwezig. Je kunt hem ook eventueel middels een schuif openzetten, zodat het afvalwater direct onder de caravan uitloopt. De bedden die zijn voorzien van een aluminium frame, dus niet van hout. Het is veel sterker en natuurlijk een natte bodem. Aan de andere kant hebben we ook nog opbergmogelijkheid onder het bed. Hier vinden we de doos waar alle accessoires van de kabelcaravan in bijgeleverd worden. Douchekop, stofzuigerslang, het zit er allemaal bij. En dan lopen we door naar de badkamer, die over de gehele breedte van 2,50 zich bevindt. Aan deze kant hebben we de ruime douchecabine met het optionele houten vloerrooster. En aan de andere kant vinden we de Tedford cassettetoilet, die gemaakt is van keramiek, standaard in alle Imperial modellen, niet van kunststof. Een wat steviger materiaal. Hier hebben we de standaard ingebouwde handdoekdroger, elektrisch verwarmbaar. En hier komen we in de droogkast uit. Hier zien we de lekbak. Onder de lekbak is een radiator verwerkt die de warme lucht de kast instuwt. Zodat alles wat in de kast erin gehangen wordt ook automatisch weer droog wordt. Hiernaast vinden we ook het expansievat van de vloeistofkachel, waarbij je de vloeistof kunt bijvullen. Verder is de badkamer ook nog afsluitbaar middels deze schuifdeur. Dus geen deur die de caravan inklapt, nee, netjes weggewerkt in de schuif. Boven het bed hier vinden we een Eki dakluik. Hier vinden we de Dometic Airco. Je kunt ermee verwarmen en je kunt ermee koelen. En hier vinden we het grote panorama dakluik, wat voorzien is van verduistering en ook weer van vlieger. Met mooie verlichting erin. Mocht je nou meer willen weten over deze caravan of een van onze andere modellen, kijk dan even op www.degreef.nl of kom langs in onze showroom in Graven. De koffie is bruin.